Rebel Arrow Revolution Bow. Dit is een stuk speelgoed voor kinderen vanaf 8 jaar. Het schijnt, even kijken, tot 27 meter te halen. Dus het is, het is wel stoer speelgoed, geloof ik. Ik ga hem vandaag even met mijn oudste dochter testen en proberen. En ik neem jullie even mee vanaf het begin, zodat je ook ziet hoe je hem in elkaar moet zetten. Oh, je kunt ze erin klikken. Oh, grappig. Je kunt ze er dus erin laden. Dat is echt nog een beetje uitvinden. Dus als je te veel, of als je die naar die kant laat draaien, denk dan dat ik deze DVD inzet. Onder. Wat heb ik er nu? 1, 2, 3, 4. Deze kun je er. En vastmaken. Dan hebben we alle pijlen erin gezet. Oh, dat ging best wel makkelijk eigenlijk, uiteindelijk. Dit is mijn oudste dochter met de Arrow Revolution Bow. We hebben hem net in elkaar gezet. En ik laat jullie nu even een beetje zien hoe die werkt. We zijn nog steeds binnen, dus ze mag voor mij niet binnen in huis schieten, want hij haalt wel 27 meter. Dus het is gewoon een stoer staaltje kinderspeelgoed. Je kijkt nu over de schouder mee bij mijn dochter. Er zit een vizier in. Vizier te kijken kun je dus goed richten. Mijn dochter is momenteel even bezig om uit te vinden hoe de Arrow Revolution Bow werkt. Zoals je ziet draait de pijlenhouder en dan valt er een pijl in de schacht. Even kijken, volgens mij moet ik. In de slaapkamer van mijn oudste dochter. Ze heeft een entresol, dus vandaar dat die twee zich meestal boven bevinden. En daar zit de kleine boosdoener. Nerf Rebel Arrow Revolution Bow. Daar zit haar zusje. Die heeft ook een Nerf pistooltje bij de hand.
En vind je het leuk om daarmee te schieten? Ja. Ja. Omdat ze nu ook nerf hebben voor meisjes en waarmee ze kunnen schieten. Dat vind ik zo leuk. Het gaat ook heel ver. Het is niet zo heel lastig, maar een beetje. Ja, moet je er wel mee oefenen? Ja.